Ja, meneer Van Genechten. Ik heb goed nieuws, dus uw operatie van daarjuist was een succes. We hebben al dat plastieke sierfruit uit uw maag kunnen verwijderen. Ja. Ik zal ook wel een beetje opletten op wat u weet. Hè. Maar de komende dagen zal het al geen probleem zijn. U krijgt voorlopig alleen maar bakstervoeding. Wat? Bakstervoeding? Je wil geen mij doodzeggen, hè? In uw bakster zit alles wat u nodig hebt, echt waar? Ja, zit er soep in, een biefstuk met frieten, een stoofvleessaus en een tripelje en nog wat patekens voor achteraf. Dan had hij dat toch wel vrij goed weggestoken, hè? Met een leuk vis, met een schoon op mokske, met lange benen had ik gezegd. Nee, toch niet met zo'n oude sasa, die nog eens geen benen heeft. Nee, Labba, het is niet omdat ik geen benen heb dat ik u geen shot onder uw hart kan geven, is hè? Allee, mannen. Zorg maar dat je een beetje overeenkomt, want je zult hier nog wel een paar dagen samen liggen. En Remo blijft van de sigaretjes af, hè? Jongen, wacht een keer, maar. Hoe zit... Ja, de mens mag hier nog geen eens op zijn gemak zijn van longeren. Hoe zit dat hier met mijn privacy en met mijn rust? En mijn privacy en mijn rust, hè? Nee. En mijn schoon jong mokske met lange benen. Hele slimbal. De katten gejankt. Zeg, kameraad, je doop lijkt toch wel een verschrikkelijke ziekte waar je binnen 2 dagen aan dood gaat, hè? En ik hoop, hè, dat jij een ziekte hebt dat je tong aan je gehemelte vastplakt. Dan kun je niet meer klappen. Maar dat heb ik gezien, hè. Zuster. Zuster. Nou, wellicht is moren. Ik wou ze juist uit doen, zuster. Geef dat maar allemaal hier. Nee. Meneer Sleeks, toch. Anders zijn kopjes liggen er nog. Verrader, collaborateur. De dokter heeft uitdrukkelijk gezegd dat jij niet meer mocht roken. Als ik u nog 1 keer betrap, steek ik u onder een kabendouche. En dat doet geen deugd, hè. Dat is toch verschrikkelijk hier met jou, mensen. Als je mijn onder gezondheid moest, ik zal er persoonlijk op toezien, zuster, dat het niet meer gebeurt. Zuster. Die nauwe is een patheken aan het eten. En dat is slecht voor de maag, hè, zuster. Meneer Van Genechten. Jij staat op dieet. Hm? Maar ik heb niets gedaan. Ik ben onschuldig. Ik heb de patheken nog nooit niet gezien. Ik ben geflikt. Ik zal dat bewijsmateriaal maar lucht laten verdwijnen. Je zult er toch eens onder de douche moeten steken, hè, zuster. Dit is toch niks zo plezierig als je naar een goed programma zit te kijken. Wees toch een lekker sigaretje kunt smoren, hè? Dat is wel triester dat hij niet meer mocht smoren, hè, jong? Dat is wel niet gaan, hè. Zuster! Hij probeert zelfmoord te plegen door zijn bed in brand te steken. En dat in een katholiek ziekenhuis. Nu is hier genoeg geweest. Hè. Als dat hier zo doorgaat, leg ik jullie morgen op aparte kamers. Morgen? Ja. Misschien is dat veel te laat. Ondertussen zijn er misschien al dooien gevallen. Goedenavond. Ah, dat ging tijd worden, want kijk, mijn bakster is bekaar leeg. Dat gaat smaken. Wat is er aan het gebeuren? Je moet veel eten, want hij moet op krachten komen. Maar voor u is er ook iets, hoor. Nah. Een nieuwe bakster. Mag geen een biefstuk. Nee? Oh, dan moet je wel heel erg ziek zijn, zeg. Hey, willen we misschien wisselen tegen een lekkere, voedzame bakster? Ik sterf nog liever van een indigestie.
dat eet dan aan u geven, hè? Nog mijn keer een goede reden. Ja, wel, ik kan misschien wel iets bedenken. Wat is hier stil? Is er iets mis? Nee? Is iedereen braaf geweest? Amai, Raymond, heel een biefstuk op. Je ziet ook dat je meer appetijt hebt als je niet meer rookt, hè? Goed, hè? Dat zijn goede sigaretjes, hè, Sylvain. En voor de kleur, van is een lekkere stik, hè. Dat is het waard, hè, Raymond.